Hallo, leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video. Volgens mij doe ik echt vaak een intro met Teddy. Dames en heren, live vanuit mijn keuken. Het is wel mijn uitje van de dag. Het is echt horrible. Het is echt heel heftig, jongen. Het is echt een kleine marmel. Maar in ieder geval, leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video. Ik ga jullie deze week meenemen. Ik heb volgende week SE-week, dus dat is wel een beetje stress. Dus hebben jullie nu al zin in deze video, doe dan zeker een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op ons YouTube-kanaal. Hey guys, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe Daily Drama. Het is vandaag zaterdag en welke dag is het? 3 april. En ik heb best wel een heftige dag achter de rug. Ik ga maar meteen met de deur in huis vallen. Maar mijn opa is gisteren overleden en ja, in het ziekenhuis. Dus ik heb daar afscheid van hem moeten nemen. Dus ja, gisteren was best wel een heftige dag voor mij. Dus ik kom net ook terug van de massage. Want ik heb best wel veel stress daar gewoon... Nou, dat is gebeurd. En ik heb toetsweek, dus ik heb op het moment gewoon super veel in mijn hoofd. Dus vandaar, ik denk dat ik deze week sowieso best wel, ik zeg het alvast, weinig ga vloggen. Omdat ik gewoon veel moet leren en dus veel moeten regelen met de familie voor de begrafenis. Maar dan weten jullie dat. Ik ga nu ook leren en ja, dat is eigenlijk een beetje wat ik wou zeggen. Hey guys, het is zondag, eerste paasdag. Superleuk, dus we gaan even lekker ontbijten met de familie beneden. Ik ga even met mijn moeder eitjes verstoppen voor de nichtjes. Dus dat is wel leuk, dus dat ga ik nu doen. En ik heb lekker een joggingpakje aan. Ik dacht dat is Pasen, dus Pasen is altijd best kleurrijk. Dus ik dacht, wist je gewoon nog dat toen Gina en ik dit pak gewoon letterlijk elke dag droegen? Elke video, elke foto, alles. It's been a while, maar goed. Hij zit nog steeds even lekker. Heel leuk dat ik dan nu wel paasontbijt heb. Maar ik moet daarna dus ook weer echt meteen doorleren. Omdat ik gewoon alleen maar moet leren dit weekend. Maar kijk, oh, het ziet er echt wel leuk uit. Die paaskleurtjes, echt leuk. Hier, van die paashaasjes. Maar goed, er komt nog meer. Mijn ouders zijn dus daarnet naar de Sligo geweest. Ze hebben nu echt alweer alles ingepakt, maar ze hadden echt super veel. Maar ja, dat is nu allemaal ingepakt. Maar daar zijn ze dus geweest. Dat is echt een mega grote groothandel. En er komt vanavond iemand koken voor ons. Dus dat is echt super lekker. Allemaal sushi en vlees. Dus we hebben er heel veel zin in, hè Teddy? Ik heb dus vandaag dit aan. Ik ga even de camera omdraaien. Ik heb dit jasje van mijn moeder aan van Saint Laurent, deze body van LA Sisters en deze broek van Palm Angels en mijn schoenen van Jordan. Dus dat is mijn look vandaag. Hey, mijn paaskonijn. Wil jij mijn paaskonijn? Nee, denkt hij. Maar kijk hoe leuk, jongens. Echt lekker allemaal. Dit en blinis. Zo leuk. Nola en de nichtjes hadden deze gemaakt. Leuk die kleur voor Pasen. Die van je pak. Maar kijk, oké. Okay. Dus mijn moeder is zo een beetje paasaccent verstoppen. Maar ze dacht eentje, ja, het golden egg. Je gaat wel echt fanatiek hoor. Dit is wel heel fanatiek. Ja, Nola maar... doet ook mee. Hè? Oh ja, dat is waar. Nola doet ook mee. Niet te easy. Maar kijk hoe groot dit ei is. Dat is de golden egg. Maar we hebben ook van die kleintjes. Leuk. Je nu ben ik ook extra goed verstoppen. Ja, is goed. Nu ben ik ook een keer paashaas. Koks zijn er net aangekomen en die gaan nu alvast voorbereiden. En dan gaan we voor een uurtje eten, dus dat is super lekker. En ik heb net een pakketje binnengekregen van Natuur. Dat is dat van Rome in Strijd. Het is een sieradenmerkje, maar zo echt super leuk sieraden. Dus ik mocht wat dingetjes uitzoeken en ik heb het nu binnen. Dus ik ben echt heel erg benieuwd. Ja, dat had ook om, want ze had ook uitgezocht. En het zag er ook echt wel mega leuk uit. Ik ga me trouwens nog wel even omkleden en mijn haar krullen. En wat make-up opdoen, want dit is niet echt de shit. En het is dus allemaal super leuk ingepakt. Kijk, het zit allemaal van die doorzichtige zakjes. Ruisjes met diamantjes. En ik vind ze echt heel erg mooi. Deze is ook echt mega leuk. Dit is zo'n safety pin, maar dan met glitter. Nou ja, met diamantjes. En nog oorbellen en dan nog een ringetje. Kijk. Deze oorbellen, nou echt mega leuk. Gewoon, ja, ik weet niet wat het is, maar ze zijn heel leuk. Ik heb trouwens alles in goud genomen.
Want al mijn sieraden zijn altijd goud. Gewoon, dat vind ik mooier staan bij mij dan zilver. En dan als laatste nog het leuke ringetje die ik meteen ga omdoen. Ik ga trouwens ook even oorbellen in doen straks. Dit ringetje dus. Met aan de ene kant goud en aan de andere kant diamantjes. Echt mega leuk. Ze hebben heel leuke sieraden. Heel erg bedankt. Natuur. En ik had er net echt iets superleuks voor Bo gedaan. Want hij zit dus in zijn examenjaar. En hij heeft echt heel veel stress voor zijn toetsen. Want deze jongen die denkt dat hij 5 dagen voor 6 EW kan beginnen. Dus ik had een planner voor hem gekocht. Dit boekje met zo'n examenstress, post-its. Ja, van die markeerstift, want die had hij niet. Een knuffeltje met I love you. En allemaal chocolaatjes van Toon Chocoloni. Dus hij was er blij mee. Niks. Hey girlies. Girls blog er ook op. Ik voel me echt een professional, man. De meisjes zijn aan het leren. Ja, de kap. Ga Sjaak filmen. Weet je, ik ging even mijn eigen vlog terugkijken. En toen dacht ik echt van, wow, jij bent wel gewoon... Elke week gewoon staring in my vlog. Special guest. Wat een ontzettend leuke vlog. Het lijkt me zo leuk. Oh, jongens, ik heb de hele dag geleerd. Ik ben net terug van het leren. En ja, dat was mijn Pasen. Het was wel even leuk in de ochtend paasontbijt. Maar daarna dus gewoon de hele dag geleerd. Met Lies op kantoor. En ik ga nu nog eventjes... Keeping up with the Kardashians kijken, want daar heb ik echt zin in. Ik heb Love Island namelijk alweer uit. Ik ga echt zo snel door series heen, dat is gewoon niet normaal. Oh, dat licht komt van... Ja, boeien. En ineens zit mijn haar echt best wel leuk. Terwijl ik er echt niks aan heb gedaan. Maar goed, morgen ga ik weer ook de hele dag leren, want maandag hebben we dus vrij, want het is tweede paasdag. Ik ga om 10 uur denk ik al een beetje naar kantoor en... Ja, dan tot 10 ongeveer. Iets ervoor. Nou, we kijken. Misschien kan ik wel eerder naar huis. Maar die toets is dinsdag. En ik wil ook gewoon al aan andere dingen werken. Dus ik denk dat ik wel gewoon de tijd die ik heb moet gebruiken. Dus ja, superleuk. I curled my hair. Ik moet er al een beetje uitzakken. Maar ik heb het dus net gedaan. En het is volgens mij wel prima. Dus ik ga nu even mijn make-up doen, want dit ziet er ook niet zo goed uit. En dan ben ik klaar. Nog even omkleden en dan is het goed. Dus mijn look aan. Deze body van LA Sisters. Deze broek van A Gold. En mijn schoenen, gewoon mijn zwarte Jordans. En ik ga nu even boven laten zien. Ik ga nog even een tasje omdoen, want dat vind ik gewoon leuk. Dus ja, het ruikt wel heel lekker. Het is de tafel, we gaan lekker eten. En hier gaat straks gekookt worden, crispy rice, dus we hebben echt super veel zin in. Lekker! Ze hebben lekker gyoza met gyoza, echt heerlijk. We hebben ook al crispy rice gehad en een lekkere salade. Sushi! Dames en heren, live vanuit mijn keuken. Ik kijk naar buiten, het is tweede paasdag en het sneeuwt. What the actual fuck? What the fuck? Ik weet niet of je het heel goed ziet, maar waarschijnlijk blijft het niet echt liggen. Maar het sneeuwt. Dit is toch niet normaal? Van de week liepen we nog in blote benen en nu sneeuwt het. Go climate. We zijn weer aan het leren op kantoor. En ik zit gewoon vol gewoon te focussen. En ik kijk ineens naar buiten. En het lijkt net een soort van sneeuwstorm. Ik weet niet wat hier aan de hand is hoor, maar... Oh, het lijkt op camera echt veel minder heftig, maar het is echt heel heftig jongens. Good morning, het is vandaag Pasen. Echt heel erg leuk. Vroeger gingen we altijd paaseitjes zoeken met de hele familie. Gingen ja, gewoon groot paasontbijt doen met je allen. Maar ja, dat kan nu helaas niet. Dus mijn moeder heeft een lekker paasontbijt gemaakt voor ons. Dus we gaan zo lekker eten. Eigenlijk zit het nog vol van gisteravond. Maar ja, het is Pasen, dus het moet wel even. Kijken hoe weer lekker... Allemaal croissantjes en fruit en broodjes. Het is echt heerlijk. Dus we gaan lekker eten. En hier zijn we een paar paaseetjes over de tafel. En hier zo'n beestje. En een heel groot ei. Het is echt heel lekker. Dus we gaan lekker eten zo. Nou guys, het is vandaag tweede paasdag, maandag. Dus we zijn allemaal nog vrij. En ik heb echt de hele ochtend geleerd. Gisteravond heb ik bij Bo geslapen. En daar wat gegeten en ook geleerd. Want ik heb morgen SE en overmorgen SE en nog gewoon normale toetsen.
Dus dat heb ik vandaag gedaan eigenlijk. En ik ga nu naar mijn opa en oma. Want mijn oma wordt morgen geopereerd voor haar heup. Ze krijgt een nieuwe heup. Dus ik wou nog wel even naar haar toe. En mijn ouders zijn al geweest. Dus wij gaan nu eventjes. Ik heb dus vandaag dit aan. Deze trui van mijn moeder van Essentials in het zwart. Levi's en gewoon mijn Jordans. Omdat ik dacht, nou ja. Weet je, ik doe gewoon een zwarte aan. Oh ja, en trouwens, ik heb dus mijn oorbellen in. Een paar oorbellen in van Natuur. Dus deze clip. Ik vind hem echt heel erg leuk met al die steentjes. En aan de andere kant heb ik dus dat kruisje in. En ik vind het echt heel erg leuk staan. Zo. So, we are going to get food. Bij echt een van onze lievelingsafhaal. Naast de Indo, wat we elke week halen. Maar dat gaan we nu halen en dat zit in de Looiersgracht. Dus we gaan even lekker roadtrippen, hè, man? Ja hoor, schat. Dat vind ik echt leuk. Gewoon lang rijden en dan gewoon met muziek. That's a vibe. Maar het is niet heel lang rijden, want... 10 minuten. Het is nu 10 minuten, maar... het is wel mijn uitje van de dag. Ik heb net allemaal eten besteld hier, zo lekker. Dit is allemaal gewoon echt zo lekker gezond. Gewoon even, want we moeten dit nog gewoon even gezond doen. Maar zo grappig. Lisa die woonde vroeger hiernaast. Dus toen we klein waren, dan gingen we altijd hier soms zo met z'n tweetjes eten aan zo'n tafeltje. En dat vonden we altijd zo de shit. Dat we gewoon echt, ja, we voelden ons echt helemaal echt zo volwassen. Dat we echt waren van, wij gaan met z'n tweeën uit eten, dit, dat. Maar het is echt zo lekker hier. Maar ja, dan zaten we dus hier. Leuk. Elke keer als ik boven kom met vloggen, oh, ik ben helemaal bij de helemaal buiten adem. Zo slecht. Slechte conditie of zo. Nou, ik heb woensdag wel gewoon gesport en dat ging wel echt top. Dat was fijn. Morgen heb ik vrij en geen toets, dus dan ga ik lekker de hele dag leren. Nou, lekker. Ik heb zaterdag de begrafenis van mijn opa, dus dan wordt hij begraven. En daar zit een heel proces en ceremonie omheen, dus daar ben ik wel de hele dag aan kwijt. Dus daarom moet ik morgen echt heel erg veel gaan doen voor school. Oh, ik kom bijna niet aan mijn woorden, wat erg. Ik ben net bij mijn opa en oma geweest en Bodie zat er 20.000 uur te leren. Nee, helemaal niet. En nu is mijn planning uitgelopen! Ah! En ze zei gisteren nog, gisteren zei ze, oh, als je mijn planning niet aan mijn planning houdt, word ik helemaal gek. Ja, en door jou ben ik uitgekomen. Nee, maar het komt goed. Het komt goed, want je bent 10 minuten laat of zo. Toch? Een uurtje. Nee. Een uurtje. Het kwam ook door jezelf vanochtend. Ja. En toen ging je eten. It's always me. Maar... It's never Gina. Never. Nee. En ik heb morgen ook een essay in maatschappijleer. Dus daar ben ik nu mee voor aan het leren. En ik had nu 6 paragrafen vanochtend gedaan en nu nog 2. Hoe is? We zijn aan het leren. Hoezo ga je me vermoorden? Niks. Bodie is ook aan het leren. Die is heel goed aan het leren. Echt een talentje, hè? Tuurlijk. Klein ratje. Teddy! Hey vriend! Hij heeft net gepoept op de vloer, hè? Viespeuk, Teddy! Hey! Knappie! Hallo guys, ik heb net mijn toets gehad van CKV en het ging... CKV, wauw. Maatschappij leren, het ging echt heel erg goed. Dus dat was heel chill. Ik denk wel dat ik een goed cijfer heb. Ik heb me net een beetje opgemaakt, echt heel dun. Want ik ga nu naar bijlen. Nee, ik ga eerst nu mijn nagels laten doen. Want I know wat dit is, maar dit is echt een triest geval. En daarna ga ik naar bijles voor wiskunde, want ik heb vrijdag een wiskunde-SO en ik sta letterlijk bijna voldoende. Dus ik moet het echt even goed doen. Ja, heel veel dingen te doen. Maar het gaat wel goed komen. Ik film eventjes met de statief. As you can see. Ik ga even mijn make-up eraf halen. Niet dat ik veel op heb in mijn toetsweek. Maar wel gewoon een beetje. Omdat ik, doordat ik gewoon tot laat leer. En dus ook een beetje slecht slaap. Gewoon heftige gevallen heb. En ik draag alleen maar joggingpakken. Dus it's the lazy life. Maar oké, ik zou jullie even gaan vertellen over hoe mijn toetsen zijn gegaan. Ik had maandag Nederlands over poëziegeschiedenis. Ja, echt weer dat je denkt, hoezo moet ik dat nou weer leren? Nou, gymnasiumlife, I guess. Daarna had ik op dinsdag, dinsdag begon het. Toen had ik woensdag, dat was letterlijk gisteren, wat voor een toets had ik? Oh, Engels, 1 uurtje.
Nou, dat ging ook wel goed. Dat was literatuurgeschiedenis en zo. Voor allemaal verhalen en romantiek en weet ik het. En ik had vandaag geschiedenis, een toets van 2 uur. En daarvoor heb ik gisteravond echt nog tot 1 uur of zo zitten leren. En die ging ook wel prima. Ik vind het alleen altijd best wel lastig. Omdat ik moest de geschiedenis van Indonesië en China uit mijn hoofd leren. Nou, dat zijn gewoon 2 landen die je dus ineens uit je hoofd moet leren. En ik vind soms gewoon die verbanden leggen en analyseren gewoon best wel moeilijk. Dan ga ik gewoon de begrippen uitleggen. En dat is eigenlijk niet de vraag. Dus ik weet even niet zo goed of ik dit goed heb gemaakt of niet. But we'll see. Ik weet niet, ik ben best wel... Oké, in de camera lijk ik niet bruin, maar in de spiegel wel. Oh, dit is ook weer erg. Volgens mij heb ik jullie net de hele tijd niet aangekeken, want dan kijk ik naar het schermpje ernaast. Sorry. Goed, ik ga nu lekker in mijn bed. Ik ben weer aan Keeping Up begonnen with the Kardashians. Verder gaan kijken. Ik heb een Heyu-account. Dus als je Keeping Up with the Kardashians wil kijken, moet je dus een Heyu-account aanmaken. Dus dat ga ik lekker kijken en eventjes online shoppen. Gewoon voor lol. Niet meteen kopen, maar gewoon lekker browsen. Because I like that. Peace out. Nu met mama de Piro. En we gaan dus allebei onze nagels laten doen. Want dit is echt horrible. Die van haar zijn nu ook echt vreselijk. En dus dat gaan we nu laten doen. Ik weet nog niet precies wat ik ga doen. Dus het is dus helemaal nieuw een trend ronde nagels. Alleen... Ik vind het wel mooi bij mensen, maar ik denk gewoon niet echt dat het wat voor mij is. Zo'n puntje. Zij denken wel dat het mooi is, maar ik weet het niet helemaal. Dus we gaan nagels zetten eindelijk. En daarna heb ik bij les voor wiskunde zin in. En heb ik morgen nog een SE, nog meer zin in. En trouwens, ik heb dus echt wat met petjes. Ik had er vorige week ook een op, maar ik vind het echt heel leuk staan. Gewoon, want de bovenkant van mijn haar zit soms echt niet. Of het is heel pluizig. En dan doe ik er een op en dan zit het meteen leuk. Oh ja, trouwens, ik heb eindelijk Revolve besteld. Want ik heb eens een deal met hun dat de kleding bij me mag bestellen. En nou ja, Revolve is echt een van mijn favoriete websites om op te bestellen. Want ze hebben gewoon super veel leuke merken. Dus het is echt mega chill. En het komt volgens mij volgende week ergens binnen. Of deze week nog wel. Maar als het binnen is, ga ik het wel even laten zien in de video. En I'm very excited. Ik heb het toch rondgegaan. En ik heb er zoveel spijt van. Ik vind het zo lelijk. Het staat me gewoon niet. Ik ga het nooit meer doen. Het is niks voor mij. Dan weet ik dat ook. Ik heb het wel nu een keer uitgeprobeerd. En ik weet nu dat het niet mijn ding is. Good morning. Ik ben net wakker. ik ben net wakker. Het is vrijdagochtend 9:30. Ik had mijn wekker gezet om 10 uur, maar ik was al om 9 uur wakker. Dus ik heb, 9 uur. Ja, dus ik heb gewoon even lekker in mijn bed gezeten. En het is gewoon, als je op Insta zit of zo, de tijd gaat dan ineens zo snel. Dus het is nu alweer 9:30. Maar ik ga vandaag de hele dag leren, want ik heb dus geen toets vandaag. En morgen heb ik dus de begrafenis van mijn opa. Dus ik moet wel eventjes vandaag slagen maken, want... Ja, ik mis anders gewoon een leerdag. Dus ik ga eco doen, wiskunde en Frans. Even aan 3 vakken werken. Dus ja, dat staat er op de planning. En ik ga ook even langs bij Etoile. Zoals jullie in een andere vlog al hadden gezien, was ik daar langs. Omdat ik iets mocht uitzoeken. Hou mijn Insta daarvoor even in de gaten. Ja, de vw.official, want er komt het super leuks aan. Welkom in de bureau. Ik ben net klaar met bijles. Wiskunde, het ging wel goed. Maar ik moet nog wel een paar keer gaan. Want wiskunde is gewoon echt een super moeilijk vak. En Bodie vindt mijn nagels wel mooi. Is het niet mooi? Ik vind het wel leuk. Nee, ik vind het gewoon... ik vind het gewoon een beetje wittig. Dus ik wil er denk ik nog even wat op laten maken. Nee, toch roze op. Paars of gaars? Groen. Paars. Groen zou je wel goed staan. Ik ben helemaal gek geworden. Ik heb me aangekleed. Zoals jullie kunnen zien. Maar ik heb wel gewoon lekker comfy with cute is het. Ik vind dit ding echt chill. Dus ik gebruik hem nu al de hele dag. En gisteren ook. Maar ik ga hem wel vaker gebruiken. Maar ik heb deze aan. I love New York. I wish I could go to New York now. En deze velvet legging van Revolve met mijn tracks eronder. Het is wel leuk, een beetje sporty. Mijn camera staat niet scherp. I'm sorry for that. Maar ik ga nu eventjes de vlog afsluiten. Dus ja, vonden jullie deze daily drama leuk? Doe dan zeker een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren hier beneden. En dan zie ik jullie volgende week weer. Doei!